Welkom bij een blik op Merchants Cove. Merchants Cove is een spel voor 1 tot 4 spelers vanaf 14 jaar en over een potje doe je 60 tot 90 minuten, althans dat zegt de doos. Wij doen er een stuk sneller over, maar oké. En in Merchants Cove speelt iedere speler een handelaar die probeert zijn goederen te verkopen aan de mensen die terugkomen van avontuur en die in de haven komen met hun boot. Elke speler heeft, of bijna elke speler, heeft kleine goederen en grote goederen die hij kan verkopen. En iedere speler speelt een heel ander spel. Het is namelijk een asymmetrisch spel wat inhoudt dat iedere speler een eigen spelersbord heeft met daarop eigen acties. Eigenlijk zijn het allemaal minispellen in één, want iedere speler speelt compleet anders. Bijvoorbeeld net als bij Root, een spel dat je misschien wel kent, alleen deze is wel een stuk makkelijker dan Root. Dus als je het leuk vindt om een keer zo'n asymmetrisch spel te proberen, dan is Merchants Cove alvast een hele goede tip. Merchants Cove wordt gespeeld over 3 ronden en aan het einde van 3 ronden wint de speler die het meeste goud heeft verzameld. Nou, er zijn dus allemaal hele asymmetrische voorkeuren, maar toch probeer je wel hetzelfde te verzamelen, namelijk goederen. De meeste spelers hebben dus grote en kleine goederen en die leveren geld op aan het einde van de ronde. Dus als je dat het beste voor elkaar krijgt, dan win je het spel. Heel belangrijk in het spel is dit rondje, deze cirkel, en daar hou je eigenlijk op bij wie er aan de beurt is. Alle acties van alle spelers kosten tijd en als bijvoorbeeld een actie 2 tijd kost, dan ga je 2 stappen vooruit op dit spoor. En de speler die achteraan ligt op dit spoor, die is aan de beurt en mag de actie uitvoeren. Mochten er meerdere spelers op dezelfde plek liggen, dan is degene die bovenop ligt aan de beurt. Zijn er wat andere dingen interessant die je hier zo ziet? Dat zijn namelijk de plekken waar je de meeple ziet staan. Op het moment dat je met je marker voorbij zo'n plek gaat waar een meeple staat, dan moet je een meeple uit de zak halen en neerleggen in een van de boten. En als een boot vol is, dan gaat hij naar een haven toe. En dat is heel belangrijk, want welke kleur meeples er bij de haven staan, dat geeft aan welke goederen je daar kan verkopen. We hadden al verteld dat alle spelers op een hele andere manier spelen, dus we kunnen niet alle acties uitleggen die alle spelers hebben, maar toch zijn er 2 acties die elke speler eigenlijk heeft. En ik ga deze even aan de kant zetten, want die staat behoorlijk in de weg. Het is veel, hè? Het is veel, inderdaad. Ja, de hele tafel ligt vol en dan hebben we nu ook nog maar 2 van de 4 volkeren, dus dat geeft wel aan hoe groot de tafel je eigenlijk nodig hebt. Maar 2 acties zijn er dus die elke speler heeft. De eerste actie is het verzamelen van kaarten. Dat gaat over de kaarten die hier in het midden van de tafel liggen. Als je die actie uitvoert, dan mag je 1 kaart kiezen en dan moet je de tijd betalen die eronder staat. Maar soms zie je ook dit symbool staan en dat betekent dat je zo'n kaart moet pakken. En die zijn meestal aan het einde van het spel minpunten waard. Dus dat is het eerste waar je rekening mee houdt. Je betaalt de tijd en eventueel de vloek en je krijgt de kaart. Je krijgt dan ook direct de actie die op de kaart staat. Dus dat mag je direct uitvoeren. In dit geval krijg ik een klein blauw goed. Daarna leg ik de kaart neer onder 1 van deze vakjes op mijn eigen spelersbordje. En daar komt de tweede actie weer naar voren kijken. Namelijk, je mag alles uitvoeren wat hier op jouw spelersbordje staat. Dat mag alleen op de plekken waar er een kaart onder ligt. Dus hier staan 4 verschillende acties. En je gaat kijken als je die actie uitvoert, op welke plekken ligt er een kaart onder. En als het zo is, dan mag je die actie uitvoeren. Dus in dit geval zou dat 1 actie zijn. En hier staat dat ik 1 vloekkaart mag verwijderen. Dus die mag ik dan weer terugleggen onderop de stapel. Iedereen heeft dus die actie kaart pakken of alle kaarten activeren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer acties op je tableau. En die zijn voor iedereen anders. Maar ze draaien allemaal om 2 dingen, namelijk het krijgen van goederen, grote en kleine. Tenminste, bij de meeste. Sommigen werken nog net even iets anders, maar de meeste werken zo. En dat is allemaal heel gespecialiseerd op wat voor soort karakter jij hebt. Ik moet bijvoorbeeld helemaal dingen gaan brouwen. Jij moet over een spoor gaan lopen. Het zijn echt allemaal soort minigames in het spel. Maar het draait er dus allemaal om dat je goederen gaat maken. Los van die acties die je algemeen iedereen heeft. Nou, die goederen komen meestal in grote en in klein. En als je ze gemaakt hebt, dan zet je ze op deze tableautjes. En ook die tableautjes zijn voor iedere spel anders. Jij hebt toevallig ook een podium, maar er zijn ook weer hele andere dingen. Heel erg leuk. En je hebt dus die grote, die leveren natuurlijk veel punten, munten op. En die kleine leveren wat minder munten op. Maar hoe ga je die dingen nou verkopen? Maar wanneer eindigt een ronde? We hadden al verteld dat als je over deze cirkel loopt en je gaat voorbij zo'n plek waar zo'n meeple staat, dat je de meeple uit de zak mag pakken. Dus je pakt dan de zak, je kiest er 1 uit
En die mag je neerzetten in een boot naar keuze, dus bijvoorbeeld hier. Op het moment dat een boot vol is, mag je ervoor kiezen om hem naar een betreffende haven te doen. Dus de boot aan de linkerkant mag je naar een van de twee linkerhavens doen. En aan de rechterkant mag je die naar een van de twee rechterhavens doen. Op het moment dat vier boten hier liggen en helemaal vol zitten, dan eindigt bijna de ronde. Dan ga je namelijk kijken wie vooraan staat op deze cirkel. En je zet dit marketje, die zet je vlak voor de laatste speler, zet je die neer. En op het moment dat iedereen daar voorbij is, dus meestal mag je dan nog één of twee acties uitvoeren, dan eindigt de ronde. En dan ga je dus goederen verkopen. Welke goederen mag je verkopen? Nou, dat hangt af van de spelers en de meeples die je hier ziet staan in de boten. Je gaat ze één voor één uitladen bij de betreffende haven en je gaat dan kijken welke kleur meeples er staan. Stel je voor, hier aan de linkerkant zie je staan dat ik alleen grote goederen mag verkopen. Dus ik ga dan kijken, heb ik tijdens het spel grote goederen gemaakt? Nou, ik heb bijvoorbeeld een groen groot goed gemaakt. En lekker woord, hè? Een lekker woord, ja. Het is even goed doorkomen. En daar staat op dat die 6 punten waard is. En dan ga je kijken hoeveel groene meeples zie je staan bij die haven. Stel je voor, als er 2 zouden staan, dan krijg ik voor elk groen goed 2 keer 6 is 12 munten. Als er 3 staan, dan zou je 3 keer 6 is 18 munten krijgen. Dus je probeert eigenlijk zoveel mogelijk meeples van dezelfde kleur te hebben bij één haven, want dat levert je per goed meer punten op. Als je dan ook het goed in die kleur hebt. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat je daar rekening mee houdt. Inderdaad, dat is heel belangrijk. Dus je wilt eigenlijk, als je veel grote goederen hebt, aan de linkerkant kun je grote goederen verkopen, dan weer zoveel mogelijk van die meepeltjes in die kleur eigenlijk inderdaad daar hebben. In het midden werkt het precies hetzelfde, al komen daar 2 boten aan. Die laat je allebei uit als ze vol zijn en daar mag je alleen kleine goederen verkopen. Aan de rechterkant komt 1 boot en daar mag je zowel grote als kleine goederen verkopen. Als je dat doet, moet je 1 vloekkaart pakken. Dus niet 1 per goed dat je verkoopt, maar 1 in totaal. En dat kan dus weer minpunten opleveren. Dus daar krijg je aan het einde van het spel, krijg je daar punten voor. Het is wel belangrijk om te weten dat je niet per se je goederen hoeft te verkopen. Als je denkt, er zijn te weinig meeples, ik kan een volgende ronde kan ik het beter doen, dan mag je ze gewoon bewaren en kun je ze eventueel een volgende ronde verkopen. Dan kunnen alle spelers ook nog verschillende symbolen vrij spelen. Dat zijn namelijk de symbolen die je hierop ziet staan. Op het moment dat je die vrij speelt, krijg je daar punten voor. Je krijgt aan het einde van de ronde namelijk punten voor elk van deze facties die je vrij hebt gespeeld. Als je de rode hebt vrijgespeeld, dan krijg je 1 punt per rode meeple die hier staat. Aan het begin van het spel staat er nog maar 1 meeple per kleur. Maar alle boten die niet in een haven kunnen, en dat zijn er dus 2, die worden ook leeggehaald. En de meeples die daarin staan, die ga je neerzetten in de betreffende facties. Dus stel je voor, als ik nu blauw had vrijgespeeld, dan staan hier 3 meeples en krijg je daar aan het eind van elke ronde 3 extra punten voor. En dat hou je dus weer bij op dit spoor. Na 3 rondes eindigt het spel en dan krijg je nog voor 1 ding punten naast de punten die je dus elke keer aan het einde van de ronde krijgt. En dat is namelijk voor de symbolen op de kaarten die je gekocht hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld een kaart liggen met een blauw symbool. Dat betekent dat ik nog 1 punt krijg voor alle blauwe meeples die zich bij dit schild verzameld hebben aan het einde van het spel. Maar je hebt natuurlijk ook nog die vloeken. Ja, en daar staan soms pluspunten op, maar meestal minpunten. Je krijgt namelijk 1 minpunt per dit symbool per meeple die hier staat. Dat zijn dus de grijze meeples. Dus voor deze kaart, ik heb 1 zo'n symbool staan. Er staan 2 meeples. Zou ik dus 2 minpunten krijgen. Die valt nog mee. Hier heb je ook nog eentje. En daar staan 2 keer dat symbool op. Dus daar zou ik 4 minpunten voor krijgen. Maar je ziet hier ook een gekleurd symbool op staan. Namelijk de groene. Dus daar zou ik nog 1 pluspunt krijgen per groene meeple hier in dit gebied. En meestal verzamel je behoorlijk wat punten. Dus als je over de 100 punten gaat, dan krijg je zo'n steen. En de speler met de meeste punten, ja, die wint. Ja, en je weet natuurlijk wel wat er op je vloeken staat. Want die heb je wel gezien. Dus je kan ze of proberen weg te spelen, of je kan er proberen rekening mee te houden. Want dan weet je natuurlijk dat je in dit geval voor de groene pluspunten krijgt. Dus een kaart op die manier een beetje recht trekken. Ja, maar wat vind jij van Merchant Cove? Ik vind het geweldig. Het is echt zo'n heerlijk spel. En wat ik al zei, het is echt alsof iedereen een ander spel speelt. Want even voor de duidelijkheid, in het basisspel zitten 4 verschillende facties. Maar je hebt ook nog een heleboel uitbreidingen. En het is echt,
Ik zei net gisteren tegen jou, hij had er net zo goed allemaal verschillende spellen van kunnen maken. Want het is echt heel erg divers. Ontzettend leuk. Ja, inderdaad. Je hebt in het basketbal heb je nog een kapitein bijvoorbeeld. Ja. Dus die gaat al heel anders. Maar in de uitbreiding heb je nog iemand die een roll and write spel speelt. Het is gewoon een compleet ander spel in het spel. Ja, dat is heel erg tof. En op zich vallen de regels nog wel mee. Het basketbal zijn nog... Kijk, we kunnen niet alles noemen in deze video. Want dat zijn er wel veel als je alle verschillende facties noemt. Maar je hebt per factie ook een klein boekje. Dus daar kun je heel makkelijk zien wat voor nieuwe regels die factie heeft. Dus op zich kun je nog wel redelijk snel beginnen. Dus ja, dat is tof. Vooral omdat meestal zijn asymmetrische spellen echt heel pittig. Denk bijvoorbeeld aan een Root. Fantastisch spel, maar dat is echt een flink zware jongen. En als je die de eerste keer speelt, dan denk je... Oké, we gaan het nog een keer doen en dan heb ik het denk ik door. Maar bij dit spel is dat helemaal niet zo. De basis blijft altijd hetzelfde. Dat is prima, gewoon goede moeilijkheid. Nou, dan zit er nog wat variatie, maar eigenlijk draait het altijd gewoon om leuke foefjes... om die goederen te krijgen die je weer kan verkopen. Ontzettend leuk. Ik ben echt, als je houdt van een goede herspeelbaarheid in spellen... en je wil bijvoorbeeld af en toe een uitbreiding kopen... waardoor het weer totaal anders is... nou, dan is dit echt je spel. Ja, helemaal mee eens. Het is echt een dikke aanrader. We geven hem ook echt op BoardGameGeek. Hebben we hem een dikke 8 gegeven. Want ja, het is maar echt eigenlijk twijfel ik of het niet toch een 9 moet zijn... want ik vind het echt een 8,5. Dus ja, dit is een grensgeval. Het is heel erg sterk. Zullen we ons even kort een rondje spelen... Ja? Dat mensen een beetje kunnen zien hoe het eruit ziet... en weet je in ieder geval, denk ik, of Merchants Cove iets voor je is. Klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben de alchemist. Die heeft een soort mini potion explosion-achtige situatie... om goederen te maken en dingen te brouwen. Ze hebben trouwens ook nog allemaal meepotsie. Dat hebben we ook nog niet verteld. Zo mooi allemaal. Het is top. Even kijken. Ik ga hier staan. Deze actie kost mij 2 tijd. Dus ik ga 2 vooruit. En ik mag dan deze knikkers pakken. We moeten deze zo even zo van onder vallen en die leg ik hier neer. Waar is mijn knikkerzakje? Hier. Ja, en dan ben ik aan de beurt, want ik lig achteraan hier. Ja, ik ga over dit spoor lopen om proberen goederen te maken. Maar ik wil ook de tegels die op dit spoor liggen upgraden, zodat de acties sterker worden. Dus ik loop deze direct hier naartoe. Zo, dat is wel een end meteen. Dat is een end inderdaad. Dat kost mij 2 tijd. En dan krijg ik 2 van deze tokentjes. Maar ik kan die dus inleveren om terug te gaan op het tijdspoor. Oh ja, dat was zo ellendig. Dan ben je elke keer weer aan de beurt. Ja, dat doe ik niet. Maar ik lig bovenop jou, dus ik ben nogmaals aan de beurt. Mm-hmm. Dan ga ik met deze hier naartoe. Dat kost mij 1 tijd. En dan mag ik iets upgraden. Dus dan even denken hoor. Kies ik ervoor om deze tegel te pakken. Gaat dit er zo uit. Leg ik die hier neer. En dan zijn mijn acties wat sterker. En dan ben ik voorbij deze Meeple-locatie gegaan. Ja. Dus dan moet ik er 1 uit de zak pakken. En die mag ik neerzetten in een boot naar keuze. Ik zie dat we dit even hadden moeten resetten. Maar voor het idee... Ah joh, ze zijn van allemaal zeeziek. Ja, maakt ook niet uit. Ik zet hem hierbij. En dan ben jij. Iedereen aan boord van de Titanic. Ik ga even een kaart pakken. Want ik wil dit een beetje upgraden tot een motortje. En ik had bedacht dat ik dan deze wel wil. Die leveren me misschien wel veel minpunten op aan het einde van het spel. Maar je hebt wel direct een groot goed precies, te pakken. Precies. Ja. Hij kost mij 2 tijd. Dus ik moet niet vergeten zo weer een meeple te pakken. En dan leg ik hem hier overheen. Want dat heeft dan weer met deze actie te maken dat ik die een beetje leeg kan houden. Heb jij voor mij een meepeltje? Ja. Weet je wat? Jij mag voor mij pakken. Kijk, dat is fijn, een keer vol. Dankjewel. Ja. Nou, waar wil je hem hebben? Deze groene? In die boot. In die boot, hè? Die bedoelde ik niet, maar die moet ik ook. Deze hier, dan is deze vol. En in welke haven wil je hem hebben? Ja, doe maar naar de... Welke grote goed? Ik ben mijn grote goed helemaal vergeten. Een blauwe. Oh, doe dan maar hierheen. Want hierheen. Ik wil liever dat er een blauwe daar komt. Oké, dan ben ik aan de beurt. En dan ga ik mijn eerste actie uitvoeren om goederen te maken. Ik loop hier naartoe. Dat kost mij 2 tijd. Dan ga ik weer voorbij jou. Maar dan mag ik wel een groot geel goed maken. Dus die zet ik hier neer. Lekker. Ik ben weer voorbij zo'n meeple, dus dan mag ik er weer 1 neerzetten. Even denken. Ik ga weer graaien. Namelijk met de groene knikkers. Lekker, dan leg ik er hier eentje neer. Top. En dat kost mij 2 tijd. Wil je 2 tijd. Voeren? Ja, dan mag je weer een meeple pakken uit de zak. Ik hoop op blauw. Nee. Nee, helaas. Die doe ik even lekker hier.
Nee, en dat is dus hoe het speelt. Zo gaat het om en om en om, totdat alle boten, of in ieder geval 4 boten, vol zijn. Ja. Dan is de ronde afgelopen en dat doe je dus 3 keer. En dan wint degene met de meeste punten. Eigenlijk is hij nog best wel snel. Hè? Ik snap echt niet hoe ze aan die 60 tot 90 minuten komen. Zelfs niet met meer. Nee, nou ja, met meer zal het iets langer duren. Maar wij doen het echt in 35, 40 minuten. Ja. Spelen er wel doorheen. Dus ja, dat is hoe Merchant Cove speelt. Mocht je nog vragen hebben, laat even een reactie hieronder achter. En dan beantwoorden we hem heel graag.